De Kouberg bij Valkenburg is een van die punten in Nederland die in de vakantie druk worden bezocht. Maar weinigen weten dat er op dit hoge punt wilde dieren huizen. In kooien uiteraard. Zij vormen het studiemateriaal, als men het zo noemen mag, van een school voor dierentemmers. De enige in Europa. Hier krijgen aanstaande dompteurs les in hun moeilijke en zware vak. Laat zien, Marco! Er melden zich heel wat leerlingen aan, maar slechts een klein aantal blijkt geschikt te zijn. Van hen die een opleiding krijgen, slaagt maar 8%. Ja. Goed. Ja. Het is voor de leerlingen een groot ogenblik als de leraar de kooi verlaat. Ze is dan letterlijk aan de leeuwen overgeleverd. Het temmen van wilde dieren eist een ijzeren wilskracht, moed, tact en bovenal liefde voor de dieren. Een gevaarlijk beroep blijft het, want leeuwen zijn nu eenmaal geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken. Leeuwentemsters ook niet, lijkt mij.